proces waar Green Matter dan mee bezig is om het oude kunstgas op te toveren, om het maar zo te noemen, naar allerlei andere producten, zoals de planken die terug verwerkt zijn. Dat zijn de dingen waar je over nadenkt. Bij de planten heb ik een plan bedacht ik, dat er drie kunstgrasvelden vrij zouden komen, die zouden worden verwerkt. En toen zijn we gaan denken waar we dat eventueel voor zouden kunnen gebruiken. Ik dacht aan overbeschoeiing planken en planken rond kunstgrasvelden. Die worden ook daarvan gemaakt. En uiteindelijk kwam er vanuit de fietsvereniging de vraag om een paar bruggen te maken over het parcours. En toen zijn we gaan nadenken van joh, als we nou die planken eens gaan gebruiken om daar gerecyclede planken voor te gaan gebruiken. Mede ook gewerkt op het feit dat het veel duurzamer is, hoe langer duurzaamheid heeft dan hout, is dat eigenlijk het idee geweest. En nou, volgens mij hebben we een behoorlijke hoeveelheid kunstgras daarin kunnen verwerken. We hebben het eigenlijk vlak buiten het sportpark verrijst een van de meest duurzame wijken van Nederland. Daarbij hoort natuurlijk ook een duurzaam sportpark en vandaar dat de gemeente Rijswijk het heel belangrijk heeft gevonden om zoveel mogelijk duurzaamheidsaspecten in het sportpark aan te brengen. Nou, daar maakt natuurlijk de brug ook onderdeel van uit, los van het feit dat het een prachtig mooie brug is geworden. Ik denk dat het iets is waar Rijswijk heel trots op kan zijn en wat ook een enorme positieve uitwerking kan hebben op de wijk die daar gebouwd wordt.